Ja, toch wel gewoon met iedereen zijn en gewoon allemaal leuke dingen doen. Spelletjes doen en gewoon aan de boten bezig zijn. Heb je het erg gemist? Ja. Want ik heb ook heel lang geen vrienden gezien. En die vrienden zitten onder andere bij Scouting Johan en Cornelis de Wit. Afgelopen zaterdag konden ze weer bij hun clubhuis samenkomen. We kunnen elkaar weer eindelijk lekker zien, buiten spelen en werken aan de boten. Ja, want wat doen jullie als activiteiten? Nu vooral zijn we bezig met het onderhoud, omdat het onderhoudseizoen is. Dus in de winter gaan ze bijvoorbeeld het houtwerk gaan ze schuren en lakken. En de boten verven. Dit is heel leuk. Soms is het ook wel een beetje irritant, want je bent elke week bezig omdat het winter is. Maar ik vind het wel mooi om dan onze eigen boten zeg maar, te onderhouden en dan mag je daar in de zomer mee varen. Wat is nou het leuke van de scouting? Je maakt vrienden en iedereen heeft het leuk met elkaar. Dus zo kan je gewoon, ja, je maakt een stuk meer vrienden en het is gewoon gezellig. En dan kan je ook nog ondertussen bezig zijn. Dus praten en breien. Ja. Ik ben nu de mast aan het afnemen, die zijn al net geschuurd. En dan halen we het stof van het schuurpapier eraf. Oké, en wat moet er dan verder gebeuren aan de mast? Daarna gaan we ze dan lakken. En dan volgende week moeten we het nog een keer schuren, afnemen, lakken. Het is sowieso belangrijk dat kinderen buiten bezig zijn, vind ik zelf. Maar ook de sociale contacten die ze hebben, vooral in deze tijd, is het lastig. Ook voor die kinderen. En ja, ze kunnen gewoon zichzelf zijn. En ja, dat is vooral belangrijk. Merken jullie dat ze mede-leeftijdgenoten gemist hebben al die tijd? Ja, dat merken we zeker wel. Vooral in het begin, toen de eerste opkomst weer was, waren ze wel wat drukker dan normaal en veel aanweziger. En ja, je merkt toch dat ze last hadden gehad van dat ze elkaar lang niet hadden gezien. En ook kinderen die het toch wat zwaarder hebben in een thuissituatie, die zijn dan toch blij dat ze hier weer even lekker wat anders kunnen doen. Waar praten jullie dan zoal over? Ja, over onderhoud, over de boten, wat iedereen gewoon thuis doet in zijn privéleven. Dat soort dingen. Ook een beetje over de coronaproblematiek, om het zo maar even te noemen. Ja, dat wel. Want natuurlijk door corona konden wij een tijdje niet naar de opkomsten komen. Want dat mocht niet. Maar nu kunnen we wel weer hierheen en dat vindt iedereen heel fijn en heel leuk. School dicht en dan dit ook. Ja. En dan nu kan je weer lekker met elkaar aan de slag. Blij je mee? Ja. Wat mis je nou het meeste? Het werken aan de boten of het contact? Het contact wel. Ja.